de markt. Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad. Maar dit jaar al de smaakstad. Dankjewel. En wij hebben al een economische band via de eerappels sinds meer dan 150 jaar. En het is supportgoed, gaat uit de regio weg der Hine. Komt erom aan als wat wij Malta's noemen, naar je eerappels. Ze hebben ooit, zowel Friesland als Malta, ook een rieke poëziecultuur. En is tweetalig officieel. Dus het was voor ons een uitgelezen kaas om met de eerappels ook een gedichtenstroom op gang te brengen. Malta-aardappelen, dat zijn altijd de eerste aardappelen die weer de nieuwe oost die hier in Nederland aankomt. Ik weet altijd van daar ging je naar uitkijken. Want de oude aardappelen, dan had je echt oude aardappelen die al gewoon bijna een jaar in de schuur lagen. Nou, daar zaten pitjes in, die waren gewoon beurs, die waren niet meer lekker. En dan kreeg je verse nieuwe aardappelen. Nou, dat waren de Malta's. Vanavond koken, dan hebben we vis, dus dan koken we die nieuwe aardappels. Dat is altijd lekkerder dan met oude. Die van proberen komen ongelukken, zeggen ze maar, dit zal wel lekker zijn. Ik vind altijd het lekkerste dat je ze kookt en dan het liefst in schil bakken. Wij hebben er dit keer een heerlijke aardappeltaart van gemaakt. En dan snij je de Malta's gewoon rauw in schijfjes. Je doet er een beetje knoflook bij. Dille hebben we erbij gedaan. Eieren en een klein beetje room. Zout en peper. En dan voor de smaak hebben we er nog een beetje bleude wolvinga en een Frieslander kaas bij gedaan. En dan heb je een hele lekkere aardappeltaart.